De Dekamarkt in Egmond aan Zee opende woensdag haar deuren aan de Voorstraat. Een supermarkt die op deze locatie de voormalige Jumbo vervangt na een sluiting van 33 dagen. De familie Katz, eigenaar van deze 100ste winkel in Nederland, verzorgde de opening. Het is net zo groot als hiervoor, maar het lijkt veel ruimer, veel groter opgezet. Het is wel even zoeken, maar het ziet er fantastisch uit. Zeker weten, ja. Nou, het is een plaatje. Ik werk hier. Gisteravond denk ik, nou, ik ga toch even kijken of ze het wel af hebben kunnen krijgen. Nou, echt, het is geweldig gewoon binnen. Ik vind het vooral heel licht, de winkel. Het lijkt op zich groter. En ja, wat is opvallend, het is altijd weer even zoeken sowieso. Maar ja, de koelingen langs de hele kant van de winkel, dat is denk ik wat het meest anders is. Verder heeft het vriesgedeelte, het brood, is redelijk op dezelfde plek gebleven. Dus dat is prettig. Ik heb het wel gemist, want elke dag ging ik boodschappen doen. Verse groenten halen en vers fruit. Ja, dat moest je nou buiten het dorp zoeken. Maar er ging wel een busje van de Deken naar Bergen toe. En dat was ook wel fijn. Zeker weten. Lapke Prins. Een nieuw gebouw, tenminste een nieuwe inrichting. En zo te zien heb je ook een nieuwe functie gekregen. Wat was je daarnet aan het doen? We staan hier op het Scoplein. Hier kunnen de mensen zelf scannen door middel van de terminal wat we voorheen al hadden bij de Jumbo. Of zonder terminal. De terminal dat is de zelfscanner, de handscanner zoals we die voorheen hadden bij de Jumbo. Dus dat het apparaatje waarmee je alle producten kan scannen, dat is nu niet per se meer nodig. Stel je hebt maar 2 of 3 dingetjes, dan kan er gewoon aan de kassa zelf dat gescand worden. Dus je hoeft je niet meer helemaal dat handding mee te nemen. Dat zit in de weg als je maar 2 dingetjes nodig hebt. Kan gewoon aan de kassa gelijk gescand worden. Ja, we zijn blij dat we er weer zijn en heerlijk op onze oude plekje, kostelijk. Ja. Ja, en alle oude klantjes, alle bekende gezichten weer. Ja, mensen ook weer blij dat ze ons zien. Je voert natuurlijk bij de Jumbo en nu bij de DK. Heel ander iets, maar komt ook wel weer goed. De zaak is nu open. Ik heb al heel veel mensen hier voor de deur zien staan. Zijn er nog speciale acties? Nou, als je opent en je, zeker met de 100ste winkel, dan wil je dat vieren samen met je klanten. We zijn natuurlijk 32 dagen dicht geweest. Dus we geven de eerste 200 klanten een mooi bosje bloemen vanuit onze eigen bloemencentrale. Morgen zullen we daar ook de eerste 200 klanten voorzien van een lekker stuk appeltaart. En zo doen we dat een aantal dagen achter elkaar. Om die klant de dagen dat we dicht geweest zijn in ieder geval te trakteren. Waarom heeft DK voor dit pand gekozen? Nou, het pand is oorspronkelijk van Dreefbeer. En Dreefbeer is onderdeel van de familie Kat. Dus het pand was al eigendom van Dekamarkt. En derhalve diende zich de kans aan om de vorige ondernemer, meneer Honig, die wilde er graag mee stoppen. En 1 en 1 is 2. En toen heeft Dekamarkt zijn intrede gedaan in dit pand. Dus dat is, ik denk, de kans deed zich voor om hier een tweede vestiging in Egmond te openen. En dat was een lang gekoesterde wens ook van de familie. Als de kans zich voordoet om zo'n mooi pand te krijgen midden in Egmond, in het centrum van Egmond, dan daar kun je niet laten gaan. En daarnaast, het is ook nog eens een keer de 100ste winkel. Nou, we zijn natuurlijk gestart in 1941 met de kijkgrijp en dus als supermarktketen. Dan is de 100ste winkel natuurlijk een mooi symbolisch getal. Het blijft ook een getal. Alleen wat het mooie is dat de 100ste winkel juist nu in Egmond staat. Waar natuurlijk de familie ook vandaan komt. En dat maakt denk ik het hele verhaal bijzonder.